toe. Toen dacht ik, oh, ik heb helemaal niet tegen mijn vrouw gezegd dat ik dit ga doen. Toen dat normaal ook zo'n soort schoolreisjes doen. Want dat geeft elkaar aan hoe vaak je het doet. Snap je wat ik bedoel? Nou, maar dit vind ik wel leuk. Ik had die gisteravond wel zin in. En Giel, die appte mij, die zei ook nog even, hey, Harry, wil je een klus hebben? Aanslag, terug in het voertuig. Doorschuiven, doorschuiven, doorschuiven. En bij wat voor gelegenheden wilt u die vogels dan gaan inzetten? Nou, bijvoorbeeld bij een evenement waar veel mensen op afkomen, hoogwaardigheidsbekleders, waar een mogelijke dreiging is voor een avond met een drone. En is het niet ontzettend pijnlijk voor de klauwen van die vogel? We hebben in de experimenteerfase gekeken wat het effect is van de rotorbladen op de klauwen van die vogel. Bij dit type drones blijkt dat de vogel daar geen enkele wijze schade of letsel van ondervindt. Op het moment dat sprake zou zijn van een groter type drone, dan kunnen we, en daar zijn we mee bezig met TNO, Kevlar handschoenen ontwikkelen om de klauwen van die vogel om ze te beschermen. Beschermingshandschoenen. Maar stel nou dat er kan ook een bom onder zo'n drone hangen. Dat zou in een ultiem scenario kunnen, inderdaad. En wat doet u dan? Dan maken we toch altijd een afweging met welke interventie we dit risico willen gaan tackelen. En dat zou inderdaad kunnen betekenen dat we dan toch die roofvogel inzetten. Als dat het veiligst is? Als dat het veiligst is voor de omgeving. Maar dat zou dan kunnen betekenen einde vogel? In het ultieme scenario, inderdaad. Hoe oud is deze? Dat is een van onze nieuwe aanwinsten. Die is ongeveer 5 maanden oud. En wanneer wilt u deze inzetten? We zijn nog een maand of 7, 8 met hem aan het trainen en dan is hij operationeel. Nou, dan nog even van poot naar dingen, zeg Giel, denk ik.